Mensen, leuk kijken weer een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. Dat wou ik zeggen. Ik wou zeggen Skywars. Nee, het is Minigames. We gaan vandaag lekker verder met Minigames. Zoals ik vorige aflevering ook al zei. Ik speel niet alle Minigames. Maar gewoon het deel wat ik leuk vind. Dus dat doen we. Jullie hebben, volgens mij was dat twee afleveringen geleden. Of het was één aflevering geleden. Nee, ik meen dat het twee afleveringen geleden was. Ik weet het niet zeker. Maar toen stond er iets in mijn scherm. Nee, dat was niet het geval. Even kijken. Wat is dit? Computer laat met rust. Hoe heet het? Ja, er werd een... Ja, er werd iets op mijn computer gedaan wat ik helemaal niet wou. Maar hoe heet het? Twee, drie afleveringen... Ik meen dat het twee afleveringen geleden was. Wat ik al zei net. Ging ik helemaal achteruit. En dan, toen zag ik dus heel weinig van de game. En verloor ik dus steeds. Of veel. En dit is Enzo Knol. Dit is tenminste zijn skin. Iemand heeft de huid van Enzo Knol gestolen. Nu ziet Enzo Knol er heel anders uit. Oh nee, dat is zo fout als je daarover nadenkt. Maar oké. Even kijken. Oké, we gaan beginnen. Oké, ik ga gewoon naar voren zitten. Want dan kan ik... Dan ben ik... We hebben het getest. Ik ben schijnbaar beter in parcours. En dat soort shit als ik naar voren zit. En dan zit ik dichter op mijn scherm. En dan kan ik het beter zien. Dus dat heb ik getest. Een soort van we. Want we zijn natuurlijk met meer. We kijken natuurlijk meer dan één persoon hier naar deze video, neem ik aan. Dus ja, dat heb ik eigenlijk getest voor jullie. En dat klopte. En nu steekt er iets in mijn zij een beetje. Het kietelde een beetje. En ik heb het gewoon verholpen. Nee. Oh shit, nu sprong ik er zelf af. Dat is niet slim. Maar ik kan hier wel gewoon vol lopen, want dat maakt niet uit. Zo. Dan ga ik even zorgen dat als je in het midden komt, daar. Als je in het midden terecht komt, daar. Dat je er niks meer mee kan. Ja, dat helpt op die manier. Van, niks meer mee kan. Nou, ik kon er zeker niks meer mee. Oeps, sorry. Mijn excuus. Even kijken. Nope. Yes, gejoined. Alsjeblieft. Is gejoined. Yeah. Top. Anders kan ik het niet noemen. Oh, deze ken ik. Hier heb ik slechte ervaringen met deze map. Ik ga de naaiers helpen te naaien. Fuck jou. Nee, joh, wat deed ik? Oh, dat deed ik zelf. Oké, wat heb ik dus geleerd? Zo'n raar setupje neerzetten is niet slim. Niet voor mij tenminste. Niet voor mij weggelegd. Ik kan wel splek joinen. Ja. Yeah. Oh, veel mensen. Hey. Hallo, lady. Oh. Hallo. Oh. Oh. Oh, hier. Kan het glas ook weg? Oké, het glas kan ook dood. Oké, dat heb ik dit ontdekt. Wow, ik sta meteen op de onderste laag. Toppie. Oké, kom maar op. Bam. Fuck jou. Ha. Zeg ik toch. Ha. Wow. Niet na. Ik wil dat meisje is leuk. Oeh. Ik wil haar nummer hebben. Ha. Nee, grapje. Maar nee, het is wel. Haar skin zag er heel mooi uit. Laten we het daarop houden. Maar als iemand een mooie skin heeft, betekent niet dat hij mooi is. Daar is weer die gast. Die hetzelfde haar heeft als ik. Dat is echt eng. Dat is echt heel eng. Want hij heeft hetzelfde haar als ik. Dat is fucking weird. Oh, het is leuk. Ze kan zelfs goed mikken. Hoe mooi wil je het hebben? Oh. Iemand anders mikt ook op mij. Het is ook een man. Dit wordt een vrouwenbattle. Dit wordt de battle voor de vrouw. Nu is de vrouw van mij. De vrouw is van mij. Oh yeah. We zijn er met z'n tweeën over. Oh nee. Oh wat is... Oh wat een coole meid. I love you. Nee, je bent gewoon vet. Kom eens. Nee, ik kon er niet zoenen. Nee, grapje. Ja. Dat was wel grappig. Ik werd geoond door een meisje.
Dat gebeurt mij ook niet vaak. Ja. Nee, ik weet niet of ik vaak groot word door een meisje. Meisjes kunnen ook een mannenskin hebben, weet je. Dus, ja, dat is misschien heel raar om dat zo te zeggen, maar het kan wel. In Minecraft dan. Laten we dat ook even benadrukken. Ja, oké, okay, in het echte leven kan een meisje ook een mannenskin hebben. Of een, dus een mannelijk lichaam. Kijk maar naar die vrouw van het Junior Songfestival. Een vrouw met een baard. Is toch niet logisch? Een baard is het symbool van de man. Dus we worden beledigd. Oh my god, dat is echt lame. Dat was echt lame. Wat er net gebeurde. Iemand komt in de lucht te vallen en naait me op die manier. Dat is niet cool. Nee. Fuck. Dat is niet cool. Maar oké. Okay, oh, we gaan alweer beginnen. Oké. Okay. Dat is top. En let's go. Oh. Serieus, Rodney? Oh mijn god. Oké, ik moet even zien dat ik vervelend dat ik makkelijke punten wegwerk. Dat andere mensen dat niet meer gebruiken kunnen. Oh nee, oh wat ik! Oh mijn god. En toch omdat ik was eigenlijk best wel slecht bezig en toch was ik als waren er nog maar twee mensen met mij. Verder met mij. Dus dat is nog steeds best wel goed eigenlijk. Ik wil splief. Gewoon een splief. Splief, ik vind splief leuker dan Piet. Ja, oké. Okay. Ze zijn allebei even leuk. Dit is moeilijk. Dit is een moeilijke keuze voor mij. Nee, het is niet echt een moeilijke keuze eigenlijk. Misschien komt het meisje weer. We gaan kijken. We gaan gewoon staren. De hele tijd staren. Het is dat ik geen Optifine had, anders had ik dat nu gebruikt. Oh ja. Yeah. Zeker. Trouwens, ik zat laatst te denken. Ik heb in mijn 1.7.9 nu. Heb ik geen Optifine staan. Maar in mijn 1.7.1 of 2 of zoiets. Een tijdje geleden was dat al. Dus daar heb ik wel Optifine staan. Ik bedenk me net opeens. Hoe kon je shiften? Want hoe kon je shiften met Optifine? Want hoe heet het? Want normaal is dus shift is dus bukken. Of eigenlijk. Ja, bukken laat ik even zeggen. Het is bukken. Hoe kan maar normaal maar bij Optifine is shift dus inzoomen. Hoe zou je dan moeten shiften? Zou die dan shiftend gaan inzoomen? Ik zou het niet weten eigenlijk. Ik heb echt geen idee. Oké. Okay. Oh, deze map. Ken ik deze map? Volgens mij niet. Fuck ja, fuck jullie, fuck jullie, fuck jullie. Z. Oh. Panda beer. Hallo. Oh, kut. Oh nee, ik word genaaid, ik word genaaid. Ik word genaaid! Onderste laag! Nee! Oh, dit is nog meer lagen. Nee, shit! Oké, ik ben dood. Oké, dat was wel moeilijk. Ik heb wel gemerkt dat ik een beetje moeite heb met bepaalde dingen. Laten we het daarop houden. Oh, ik kan boosblieft nog meteen joinen. Ik had ook pizza kunnen joinen, maar alleen... Zie, weer hij, hè? Weer hij! What the fuck? Oh, het wordt steeds kleiner. Het wordt kleiner. Ik ben claustrofobisch. Oh nee. Is dit dubbel laags? Dit is dubbel laags. Wat heb ik daar nou aan? Helemaal niks toch? De lagen vallen toch in één keer helemaal weg. Hop. Oh. Hoppa. Als je tegen mensen aanschiet, dan helpt het niet eigenlijk. Volgens mij. Volgens mij helpt dat niet echt. Kijk, ik ben niet zo heel goed in boogschieten. Maar nu wil ik ook winnen ook. Oh. Fuck jou, hè. Oh, gewonnen! Ja, ik heb gewonnen met boosblief. Dat is best wel bijzonder voor mij, want ik ben niet zo goed in boosblief. Maar oké. Okay. Maakt niet uit. TNT Games. Run. Boom. Yeah. Hey. Zijn het naar tweede zelfde? Het zijn tweede zelfde meisjes. Oh. Oh nee. Wat heeft die Steve gedaan? In zijn onderbroek. Het is helemaal geel. Het is daar bruin. Vet man. Je hebt echt een geniale skin. Alleen, dat bruin had wel wat bruiner gemogen.
Hey. Hey, dames. Dames. Hi. Hi. Nee. Yeah. Ik ga niet weer die fout maken dat ik gewoon in zo'n random gat spring. Dat hoort niet bij mij. Oh nee! Wat een naaiers. Hé, hey, daar is je weer. Kijk, er vallen er weer twee. Ze vallen zo in het liefdesbootje. Oh mijn god. Oh nee, ik kreeg een beetje lag spike. Dat weet ik niet. Nee, dat is niet positief. Oeh, dat was wel mooi uit. Dat was wel mooi. Dat was mooi gedaan. Deed ik goed. Deed goed. Oké, okay, random bochtje. Nee! Wat deed ik? Wat deed ik? Oh mijn god. Ach ja. Ik ben niet. Ik heb het idee dat ik een beetje slechter word in wat dingetjes. En ik heb geen idee waarom. Hey. Oké, okay, deze ken ik. Dit is de Homer van The Simpsons. Dit is een Rastaman. Vet man. En dit is een... Is dit een meisje? Ik heb geen idee. Volgens mij is het geen meisje. Het is een derpert. Iets. Dat is een meisje. Kijk. Game girl. Kom. Ja. 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 Goed zo. Nee, what the fuck. Sorry, mijn excuus. Ik liep me even meeslepen. Nee, dat is onzin. Nee, ik vond het gewoon grappig. Ik zie het heel vaak mensen doen. Ik weet ook wel waar het voor staat. Laat dat even duidelijk zijn. Ik weet wel waar het voor staat. Alleen, dat is niet zo. Dat zou ze niet bedoeld eigenlijk letterlijk. Die zou ze niet letterlijk bedoeld als ik dat doe. Maar ja. Oké. Nee! Dat is een remprobleem. Snel terug naar daar. Nee. Oh. Oeh. Dat ging maar net goed. Oké, ik let het midden wel voor het midden, want dat is nu al een paar keer fout gegaan. Dus het zit mij daar nu eigenlijk wel voor goed. Voor mij gaat ook niemand echt... Dat is echt alleen een opvangmidden, maar niemand gaat er, maar niemand gebruikt dat echt, omdat het ook gewoon heel klein is. Ook om dat, maar ook om meerdere redenen. Meerdere redenen, maar oké, los daarvan. Gaat goed. En ik ga, zoals ik al vaker zei, ik probeer zo min mogelijk te springen indien het niet nodig is. Want dan haal ik meer bloks weg en ik kan aardig parcouren, vind ik zelf. Maar sommige mensen kunnen dat niet, dus dan wordt het voor hun heel moeilijk. Zo. Hop. Hop. Zo, kijk, gewonnen, kijk, dat helpt dus. Wat een... Oh mijn god. Gatenkast is er niks bij. Gatenkast is er niks bij. Jeez. Oh, ik wou lief klikken, want ik had gewonnen, maar ik had toch gewonnen natuurlijk. Even kijken. En splief, join. Ja, bouw splief, top. Toppie. Perfect. En niks meer aan doen. Ja, wat ik net, ik bedenk me net opeens. Het komt opeens in mijn hoofd op. In mijn soms rare hoofd. Kom op. Ja, wat doen jullie in de vakantie? Wat zijn jullie aan het doen in de vakantie? Wat doen jullie in de vakantie eigenlijk? Zo moet ik het zeggen. Wat doen jullie in de vakantie? Oh, jammer voor jou. Op zich is dit een hele slimme plek om te staan. Oh, dat is... Wat valt meteen die hele muur? Oh, dan is het helemaal geen slimme plek. Oh, dat wist ik helemaal niet. Hihi. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht er valt gewoon één laagje of zoiets. Dan wil ik opnieuw proberen. Oh, dat is alleen die niet mogelijk. Dan wil ik splek. Alsjeblieft. Ja, dat is splief. Oké. Okay. En ja, maar laat dan eens even in de reacties achter wat jullie doen in de vakantie. Want ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Ben je heel no-lie? Wat ik best wel mezelf herkende toen ik laatst iemand sprak. Ik sprak een jongetje van 13 jaar die echt no life achter zijn computer zat. Toen ik 13 was, deed ik dat ook. Dat ik moest echt heel hard om lachen toen ik dat hoorde. Of toen ik dat eigenlijk van hem hoorde. Oh, dat is niet slim.
Oh, nee! Oh, dat werd ik werd net genaaid. Dat is niet cool. Oké, ik wil nog een potje doen. Ik wil nog een potje. Ah, ja, net gejoind. Top. Ik heb geen klachten. Wow. Oké, ik ga gewoon proberen hier zo lang mogelijk op te blijven. Oh, wat logisch. Dat probeert nooit iemand, hè. Oh, oh, oh. Zo. Ik ga een beetje omhoog geven hoofd. En anders dan, want dan naai ik mezelf niet extreem. Dat is anti-zelf naaien. Maar ik moet proberen. Oh, oh, oh. Oh, dit is best wel parcours minigame op deze manier geworden. Oké. Oké. Naar een andere toe. Let's go. Nee, shit. Shit, man. Te veel shit in de buurt. Het is allemaal zo bruin hier, oh. Nee. Oh my god, wat slecht. Wow, er werd extreem op me gemikt. Er zijn nog 5 mensen over. Oh ja. Zo. Ik ga gewoon de map helemaal vermoorden. Uitmoorden. Eerst de map uitmoorden en daarna de mensen die erop staan. Zo. Oké, hij is gevallen. Kom maar. Oh, ik werd bijna volgens mij bijna ik viel bijna volgens mij. Oh my god, ik weet niet eens of ik viel. Wat slecht. Even kijken. Zo. Dit komt wel goed. Oh, ik had op een heel vervelend stukje had ik bijna geen shit. Had ik bijna niks meer om op te staan. Oh yeah. Wow, ik word genaaid. Even kijken van de vaart komt. Ik weet niet waar die staat. Dat is heel vervelend. Staat hij hier? Hij staat nog helemaal naar boven. Oh, dat is wel kut. We zijn er maar met z'n tweeën. Ik wil hem verslaan. Kijk, hij staat nog helemaal naar boven. Nog helemaal naar boven. Shit. Zo. Wow. Oh, het viel me net op tijd op dat ik bijna genaaid werd. Wow. Oké, ik heb in ieder geval ik heb hem al 1 laag lager. Dus dat is positief. Oké, mijn been kriebelt, of mijn arm kriebelt. Hoe je het noemen wil. Nee, ik bukte. Nee. Oh shit. Oké. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet een like achter te laten. Te reageren en te abonneren. Zo wat sloom zeg ik dat toch. Wauw. Maar oké, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zeg ik, goedag.